situatie die je kan inzetten met de lange lijn is het komen, wat zo belangrijk is, want we willen dat de hond luistert. Met het komen gebruik ik en de naam en kom, of hier wat je gewend bent, de naam en het commando om te komen. Want als de hond de naam en kom hoort, dan is het van yeah, ik ga naar mijn vrouwtje. He, dus daar zijn we enthousiast. Dat we de hond aaien, zo enthousiast zijn, een speeltje geven, snoepje geven, net waar de hond plezier in heeft. Omdat dat een goede beloning is als die voor jou heeft gekozen. Dus ik ga het even voordoen hoe ik dat doe met de lange lijn. Dus dat is weer opnieuw. Ik geef richting aan en we gaan rechtdoor lopen. En nu is mijn hond heel braaf, maar stel ze loopt heel erg ver vooruit. Dan stop ik en dan zeg ik, Sira, kom. Yeah! Goed zo, hartstikke goed gedaan hè, dat ze naar mij is gekomen. Dus daarvoor beloon ik haar absoluut. Hè, dus dit kan je dus variëren. Gebruik de lange lijn, hè, omdat het gewoon voor veiligheid is. Hè, stel ze ziet toch een hazen of ze ziet een afleiding waar ze heen wil, dan heb je er altijd vast. Er is ook verkeer, dus we moeten daarop letten dat mijn hond gewoon of jouw hond veilig is met de oefeningen die we doen. Dus werk en bouw aan de relatie met je hond door het leren van het komen.